Steven, kan je uitleggen wat voor werk je precies doet? Ik ben operationeel medewerker in de Rotterdamse haven. Je doet eigenlijk allerlei verschillende werkzaamheden. Je verschillende machines dan besturen. Het opslag en distributie van lege containers voornamelijk. En wat vind je er nou zo tof aan? Elke dag weer een nieuwe uitdaging. Stel, je wordt het jonge haventalent. Wat gaan wij dan van jou zien in 2010? Mijn streven is om in vrij korte periode een vast contract weten te bemachtigen. En misschien in de verdere toekomst nog wel leiding geven. Wat maakt jou nou een jong haventalent en waarom moeten de mensen nou op jou stemmen? Nou ja, ik heb de Rotterdamse haven aardig wat te bieden. Ik denk dat ik aardig wat waard ben. Ik kan flink wat van mezelf laten zien. Dus de mensen moeten op mij stemmen. Stefan, nou zit ik ook in de jury, hè? Ah, dus ik moet jou proberen zwaar te imponeren, zeg maar. Ja, ja. Een beetje omkopen. Maar toevallig heb ik iets heel leuks meegenomen. Ja, snel. Nou. Ah, dit vind ik wel te gek. Ik denk, heb je altijd de aandenken aan mij? Ja, dan zou je me nooit vergeten. Nee, dit vind ik echt heel erg tof. Ja. Kijk eens aan. Vind jij dat Stefan het Jong Haventalent moet worden? Stem dan nu op hem via jonghaventalent.nl/Stefan.